Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Goedemiddag. Goeiedag, ja, goedemiddag, goeiedag. Het is ondertussen lunchtijd, dus ik heb een lekkere lunch gemaakt. En ik heb vanochtend al een lekker ontbijtje gemaakt voor Iselotte. Lekker? Ja, lijkt me of ik een souffleur hier in huis heb. Ik had 2 ontbijtjes gemaakt voor Iselotte. De eerste vond ze niet lekker, de tweede vond ze wel lekker. En de eerste heb ik dus maar opgegeten. Ja, het is ook zonde om het weg te gooien. En ik had al even lekker een ochtendritueeltje achter de rug. Dus even lekker in mijn journal geschreven. En ja, lekker de week relaxed gestart. En nu heb ik dus lunch gemaakt. En dat komt ook in etappes. Ik had nog een wafel over van het weekend. Dus die heb ik warm gemaakt even in de oven. Daar een beetje roomkaas op. Gerookte zalm. En een hele berg spinazie. En zometeen komt er nog een zelfgemaakte kaaskrekker aan. Dus dat ga ik lekker eten. En Jeroen heeft nog een lekkere kaaskrekker gemaakt. En die heb ik lekker belegd met filet en een plakje ham. Goed gelukt, schat. En wat heb ik? Hetzelfde. Ik wil een hamkrekker met filet met kenderop en kaaskrekker. Nou, het is inmiddels tijd voor het avondeten. Veel gewerkt vanmiddag en lekker filmpjes gekeken met Iselotte. En Iselotte heeft nog lekker buiten gespeeld. Dus het was een leuke middag. En nu hebben we gevulde paprika's gemaakt met gehakt. En allerlei lekkere dingetjes door het gehakt heen. Lekker gekruid en lekker met kaas. Dus dat gaan we lekker eten. Goedemiddag allemaal, het is ondertussen middag. Iselotte is, heb ik net uit school opgehaald. Boeboe! Let niet op mijn haar, want dat had ik eigenlijk moeten wassen vanochtend. Maar ik had me verslapen, dus daar had ik geen tijd meer voor. Gisteren heb ik Jeroen en ik samen gehaktballetjes gemaakt. En die ga ik even in de magnetron opwarmen, zodat we even een lekker snackje hebben. Ik had een pond gehakt gekocht en dat was in de aanbieding. Maar ja, normaal. Ik had gevulde paprika's gemaakt. Nou, dat hebben jullie gezien. Maar ik denk, pond gehakt is een beetje overdreven. Dus heb ik een deel door de paprika's gedaan. Toen had ik een deel over. Ik denk, kan ik gewoon weer terug in de koelkast leggen. Maar daar hebben we dus even lekker een paar kleine gehaktballetjes van gemaakt. Zodat we die lekker kunnen snacken. Ze doen het dan in een schaaltje. En dan hebben we een lekker snackje om te eten. Ja, we zijn weer goed bezig. Koolhydraten zijn weer strong on the go. Dus gaat hartstikke goed. En we voelen er ons goed bij. En zo gaan we lekker gehaktballetjes eten. Nou, ik zit lekker in de tuin. Met de gehaktballetjes. Dus die ga ik even lekker snoepen. Kijken of ze lekker warm zijn geworden. Heel lekker. Eten! Goed snackie. En? Is het lekker? Lekkerder als gisteren, hè? Andere kruiden erin gedaan. Zo, tijd voor avondeten. En Jeroen heeft lekker gekookt vanavond. Oep, oep. En hij heeft broccoli gemaakt met gepaneerde kip. Maar dat heeft hij op een koolhydraatarme manier gedaan. En hij gaat zelf even vertellen wat hij allemaal precies gedaan heeft. Leg me nou aan mij of is deze keer tijd? Niet tijd. Wat heb je gedaan? Dit is knapspek gemalen. Beter gezegd, gevijzeld. Ja. Want er gewoon snoepzakjes. Ja, maar kip in ei en dan in knabbel gemalen knabbelspek. Een beetje kruid eroverheen. Dit is met knabbelspek en Parmezaanse kaas. Hetzelfde voor de rest. En die ligt er met Parmezaanse kaas gemaakt.
Dus één met Parmezaanse kaas. Ja. Eén met knabbelspek. En nee, gecombineerd. Knabbelspek en Parmezaanse kaas. En niet aan één kant, maar goed door elkaar. Oké. Nou, dat moeten we dus even proeven. Dit is de versie met alleen Parmezaanse kaas. Ja, lekker. Wel lekker gekruid. Lekker smaakje. Maar het is niet echt knapperig zoals een schnitzel bijvoorbeeld. Dan ga ik nu deze proeven. Maar het is een kaas van dier gepakt. Lekker. Wel echt crunchy. Dus dit is dan alleen knabbelspek. Ik denk dat deze met kaas is. Lekker. Heel lekker. Het is natuurlijk niet echt een schnitzel, maar het smaakt wel heel lekker. Goed gedaan, jochie. Zo, mijn ochtendje werken zit erop en ik heb mijn lieve meisje uit school opgehaald. En mijn lieve man heeft eten voor ons gemaakt. En wij hebben een uitsmijter met ei. Zonnebrood. Meestal een uitsmijter, maar nou, het is geen uitsmijter. Het is een gebakken ei met spekjes, champignons, ui, een beetje kruiden. Wat zit er nog meer in? Knoflook. Knoflook. Oh ja, dat ruik ik. Dus dat gaan wij lekker eten. En Islotte heeft ook iets heel leuks. Ei met knakworstjes. Ei met knakworstjes. Heeft papa daar een leuk figuurtje van gemaakt? Een ei gebakken in een knakworst. Ik heb al twee op. Is het lekker? Ja. Goed zo. Dus dat gaan wij lekker eten. Zo, het is inmiddels middag. En wij hebben een beetje een moeder-dochtermiddag vandaag, hè? Mijn vriendin wel niet meer mee. Nee, mijn vriendinnetjes wilden niet spelen. Nou, dan gaan wij er gewoon een gezellige middag van maken. Ik had 11 spellen uitgekozen. Ja, ze had heel veel spelletjes uitgekozen. We hebben net al even boodschapjes gedaan. Ik ben zowaar sinds eeuwen voor mijn gevoel weer eens in een supermarkt geweest. Want ik wilde echt even kijken naar wat koolhydraatarme tussendoortjes. Dus zijn we even samen naar op zoek geweest. In de winkel kan je toch vaak even wat makkelijker. Denk je, oh ja, dat ook of dat ook. Dus dat hebben we even gedaan. Heb ik ondertussen onder andere lekkere pekannootjes gehaald. En Islotte zit nu van walnootjes te snoepen. En een beetje limonade. En wij zijn samen een spelletje aan het doen. Beverbende. En dat is een... ging de limonade bijna. En dat is een heel leuk spelletje om even zo tussendoor met z'n tweetjes. En deze bel hoort bij... Je hoort eigenlijk wel Halli Galli. Ja, bij Halli Galli. Maar die gebruiken wij gewoon ook bij Beverbende. Dus wij gaan lekker verder spelen. Want eigenlijk moet je dat kloppen. Ja, eigenlijk moet je kloppen. Nou, ik heb al een beetje opgeruimd na het spelen van het spelletje. Je zou het misschien nog niet zeggen als je de troep hier nog ziet. En de keuken moet ik nog doen. Maar ik heb in ieder geval... daar heel die hoek opgeruimd. Die Slotte was hier nog even aan het spelen met de slijgestal. Dus nu ga ik in ieder geval nog even snel met de stofzuiger door het huis. Want dat moet ook nodig gebeuren. En dan vind ik het wel weer genoeg geweest met het huishoudelijke klusjes. En dan mag Jeroen straks lekker nog wat doen. En dan gaan we eerst even stofzuigen. Ook weer klaar. Deze heb ik wel verdiend. Nou, we hebben lekker gegeten. We hadden gewoon kippen buiten. Dus niks fancy's met spersiebonen. Dus ik denk, nou, daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Maar nou wilde ik wel even wat anders met jullie delen.
Want ik word namelijk helemaal scheidziek van mijn koelkast. Of eigenlijk niet van mijn koelkast, maar van de rotzooi in mijn koelkast. Ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Hij is ook vies. Ik moet hem nog schoonmaken, maar ja, dat stel ik dus ook iedere keer uit. Omdat ik denk van ja, hè, ik moet hier toch wat aan doen. Dus nou, wat ik dus eigenlijk wil, is dat ik wat meer wil organiseren in mijn koelkast. Want het is echt één grote bende. Dus nou, ik zal het even laten zien. Kijk, dit is mijn koelkast. Ik heb best wel een grote koelkast. Nou, zoals je ziet zit die ook best wel vol. Ik had vanmiddag nog even boodschapjes gedaan. Dus ja, ik heb natuurlijk altijd lekker veel groenten in huis. En nou ja, weet je, we zijn met een heel gezin, dus we hebben ook veel. Maar kijk, hier irriteer ik me dus mateloos aan. Dit is dus één grote bende. En daar wil ik wat aan doen. We hebben hier een bakje waar we dan zeg maar altijd de open pakjes vleeswaren in hebben. Nou, dat werkt op zich best goed. Ook wel omdat ik het er steeds in doe. Maar dat werkt op zich best wel goed. En eigenlijk wil ik dus ook een bakje voor de kazen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld altijd van deze zakjes op voorraad. Want daar kun je gewoon ook hele lekkere baksels mee maken en zo. Maar ja, dat is dus één grote bende. Dan denk je, als ik nou ook zo'n soort bakje neem, dus daar er allemaal recht op kan zetten. Hetzelfde geldt hier voor de zakjes met hamblokjes en zo. En spekjes voor lekker door gebakken ei of in een muffin. Ja, zo is het dus één bende. En gebeurt dus ook regelmatig dat ja, dingen over datum zijn omdat het dan ergens achter belandt. Dus ik wil nu eens even goed kijken van wat heb ik nou nodig en hoe kan ik dat een beetje indelen. Dus ik denk in ieder geval dat ik twee bakjes wil voor hamblokjes en spekjes. En ik wil een bakje voor de zakjeskaas. Dus ik heb dan altijd bollen mozzarella en zakjes mozzarella. Dat kan denk ik wel in één bakje. En dan een bakje voor, weet je, we hebben ook altijd wel wat lekkere kaas af en toe. Dan halen we het op de markt. En dan hebben we dus hier parmezaanse kaas. Nou, iets gewoon in bende. Dus ook één bak voor de andere kaas. En dan denk ik eigenlijk dat ik ook al heel eind ben. Dus ik ga dit even opmeten. Zodat ik ook precies weet wat voor maat ik nodig heb. Ik heb wel al een website gevonden waar ik ze denk ik ga halen. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, ik heb even een heavy duty rolmaat erbij gepakt. Maar dan kan ik het gewoon even goed opmeten. Ik zet jullie gewoon even in mijn keukenkastje tegenover de koelkast. Dan kunnen jullie goed meekijken. Voor als je het interessant vindt. Dus ik dacht, dan, als ik nou even opmeet hoe groot zo'n zakje is. De plank is 14, maar goed, zo'n zakje kan je ook prima even zo doen. En dan past die wel. Dus 13 breed. Kan ik gelijk even voor mezelf een notitie maken op deze manier. Nou, dus 13 breed en 13 hoog, dan moet het erin passen. Zou ik er dus zelfs 3 naast elkaar kunnen zetten? Even op de website kijken of ze dat ook hebben. Want ik wil ook doorzichtige bakjes. Ja, als het een wit bakje is, dan zie je weer niet makkelijk wat erin zit. Dus wil ik doorzichtige bakjes. En ik had dus daar al even naar zitten zoeken. En dat zijn dus dit soort bakjes. Deze bakjes, bijvoorbeeld zoals deze hier. Die. Het lijkt me dus ideaal, want dan kun je dan zo al die zakjes achter elkaar zetten. Kijk, het is echt niet normaal wat een verschillende bakjes er allemaal zijn. Dus kijk, wat een bakjes en dingetjes. Nou, nieuwsbrieven wil ik zeker niet. Moet je kijken, dit is ook leuk, zo'n rekje voor in de keuken. Zulke handige dingen. Kijk, dit is nou handig. Hier kan ik dus gewoon invullen hoe groot die mag zijn. Kijk, hoe chill is dit? Wat een fijne website. Oké, ze hebben dus niet de bakjes die ik zoek. Dus dat is dan weer jammer. Nou, ik ga even zoeken en dan kom ik bij jullie terug. Nou, het heeft uiteindelijk toch weer heel erg lang geduurd. Want ik kon toch die website waar ik op zat niet vinden wat ik echt precies wilde. Ik heb denk ik wel een andere oplossing gevonden. En die ga ik even laten zien.
Ik heb bij Xenos heb ik deze mandjes gevonden. En dan, ja, dan is dus de breedte 14 centimeter. Dus dat zou perfect zijn. En kijk jongens, dit kost hier 69 cent. Nou, dat kost, dat is natuurlijk geen drol. Dus ik heb er daar gewoon maar 8 van besteld. En dan kijk ik wel even hoe dat past. Ik had eigenlijk liever gewoon doorzichtige bakjes gehad. Maar ja, dit is een opengewerkt mandje. Dus dan kun je het alsnog doorheen kijken. En ja, jeetje, voor 69 cent kan je natuurlijk geen bijl vallen. Dus ik heb er daar 8 van gekocht. En nou ja, ik denk als ik daar toch aan het bestellen ben, hè, dan kan ik gelijk nog wel wat meer dingetjes bestellen. Dus nou ja, ik heb lekker mijn winkelmandje volgepropt. Dus nou, even kijken wanneer ik dat binnenkrijg. Volgens mij wel snel, 1 tot 3 werkdagen. Dus dat is helemaal prima. Dus hopelijk dan in de volgende vlog kan ik mijn Xenos bestelling met jullie samen unboxen. Want dat ga ik natuurlijk met jullie delen. Nou, ondertussen is het al laat. Dus ga ik nog even lekker een vlogje kijken op de bank of een filmpje of weet ik veel. Ik denk dat ik toch wel even Rain ga kijken. Want daar heb ik gewoon heel veel zin in op Netflix. Dus ja, dat ga ik doen. En nou, dan kunnen jullie hopelijk in de volgende vlog mijn unboxing zien van mijn Xenos bestelling. Dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!